We gaan naar het volgende thema, dat is verantwoording. Er werd straks over leiderschap gesproken, maar er hoort ook verantwoording bij. Mag ik u de volgende voorleggen? Plasterk heeft gelijk. Schoolbesturen leggen te weinig verantwoording af. Even uitleggen, ex-minister Plasterk heeft gezegd, ja, de legitimatie van onderwijsbesturen wordt een beetje lastig, want het wordt allemaal groter, groter besturen. Van wie is het onderwijs nou? Plasterk heeft gelijk. Leggen schoolbesturen te weinig verantwoording af, meneer De Vries? Ik heb de heer Plasterk nog nooit kunnen betrappen op een positieve uitspraak over schoolbesturen. Dat is overigens wel weer een zegen van het demissionair kabinet. Maar serieus, ik heb niet de indruk dat het aan de wil ontbreekt bij schoolbesturen om verantwoording af te leggen. Alleen, schoolbesturen zijn wel zoekende naar de manier waarop dat kan. Want we zijn gewend geraakt, niet alleen schoolbesturen, maar ook de overheid, om vooral in de verticale lijn te denken. Verantwoording richting het ministerie, de inspectie, CVI, noem maar op. Maar we moeten nu de slag maken naar die horizontale verantwoording. Naar de ouders, naar de samenleving, om je school heen. En ik vind het project Vensters voor Verantwoording, wij hebben dat als Kamercommissie ook kunnen zien hoe dat gaat werken, vind ik een prachtig middel hoe je die verantwoording kunt afleggen. Zowel geschikt voor ouders, maar ook voor anderen in je samenleving om je school heen. Prima, ga daarmee door. Mevrouw Hamming, wat vindt u? Nou, ik vind het krachtige van dat verantwoording afleggen en wat de VO-raad ons zegt. Ook neem ook die Vensters voor Verantwoording. Dat vind ik werkelijk een fantastisch project. Mm-hmm. Dat moet je echt willen. Maar wat het belangrijkste is, dat het voortgezet onderwijs ook verantwoording wil afleggen. Die willen dat gewoon zelf en dat lijkt me ook volkomen terecht. En ik doe dus niet mee met wat Plasterk altijd heeft gedaan, die cultuur van wantrouwen. Hè, het blijkt ook die bezuinigingen in het primair onderwijs notabene, waar het management gewoon wordt gekort. Hè, alsof er toch nog een potje zat voor management in die lumpsum. Plasterk was echt het zicht op de werkelijkheid kwijt, zegt u. Ik vind zoals hij, als overigens de meest onzichtbare minister van onderwijs die we volgens mij ooit gehad hebben, behalve in de society-rubrieken, als je die hoort over de besturen, dan denk ik, ja, dan is hij echt de weg kwijt. Waar het dus om gaat, is dat je juist professionele schoolleiding hebt die ook verantwoording af wil leggen. Waar ik wel dus een punt van maak, en dat is ook eigenlijk die vensters van verantwoording, die komen daar ook aan tegemoet, dat je eigenlijk op een andere manier ook kwaliteit van scholen moet beoordelen. Mm-hmm. En dat is ook een andere manier van verantwoording afleggen, een andere manier ook van inspectie, want ik vind ook dat de inspectie wel aan een innovatieronde toe is wat mij betreft. Oké, ik ga naar meneer Van Dijk. Vindt u dat ook? Meer verantwoording en die onderwijsinspectie moet even fors worden aangepakt. Ik vertaal even de woorden van mevrouw Hamming. Nou, ik vind het ten eerste wel interessant om nu inderdaad te horen dat Plasterk dit zegt. Dat heeft hij ten tijde van zijn ministerschap nooit gezegd. En de verkiezingscampagne is blijkbaar begonnen. Ik denk dat iedereen van goede wil is en iedereen die probeert binnen zijn constellatie er het beste van te maken. Daarover geen discussie. Maar ik denk wel dat je ziet op het moment dat je bevoegdheden afdraagt aan schoolbesturen en hun takenpakket dus wordt uitgebreid, dat je dan binnen zo'n school wel alles moet doen om voor elk personeelslid en elke docent op ieder moment van de dag, bij wijze van spreken, de mogelijkheid moet hebben van: mag ik weten hoe dit zit? Waar gaat het budget naartoe? Wat gebeurt er met de taakverdeling? Ik noem maar wat. En dat, daar zie je wel veel spanning zitten. Dat docenten zeggen van: ja, ik krijg te weinig informatie, of de medezeggenschapsraad is niet goed opgetuigd om bepaalde zaken boven water te krijgen. En dan moet je denk ik wel de vraag stellen van: is dat allemaal wel in evenwicht? Oké, ik ga even naar meneer Slachter. Die heeft natuurlijk ademloos zitten luisteren naar al deze politieke standpunten. Meneer Slachter, kom er even bij. Als u even met uw gezicht naar de zaal gaat staan, dan kunnen ze u allemaal op dat enorme scherm zien. Reactie op wat u tot nu toe gehoord heeft. Wat verrassende ontwikkelingen tussen de partijen? Ja, nee, het risico is dat ik me natuurlijk te vroeg rijk reken. Het duurt nog even voordat het 9 juni is. Maar in ieder geval zijn er een aantal uitspraken gedaan waar wij de Kamerleden aan zullen houden. Dat is één. Oké, bijvoorbeeld? Nou, over veel effectiever omgaan met huisvestingsgeld. Ik ben het eens met de opmerkingen die gemaakt zijn, dat je natuurlijk ook heel goed moet bezien of dat past bij de school. Maar het staat, als wij met schoolleiders spraken, op nummer 1 in de wensenlijstje: effectiever, beter omgaan met die huisvestingsgelden. Ja, en verder denk ik, dat zal het thema ook komende jaren blijven. Hoe kunnen we dat vertrouwen in de school terugwinnen? Dat is hier gezegd. En ja, daar moeten wij als bestuurders, als schoolleiders, een enorme slag maken. Maar dat vraagt ook iets van de mensen in de school. Maar dat zal het thema zijn. En als ons dat zou lukken, dat we weer
dat vertrouwen herstellen, dan denk je dat een hele hoop zaken waar we nu tegenaan lopen op een veel betere manier opgelost worden. Ze mogen alle drie wat u betreft in het volgende kabinet? Ja, dat mag. U aarzelt. Beetje voorzichtig. Ik wil zeggen, dat hangt wel even af natuurlijk van de zetelverdeling. Wie van de drie premier zou moeten worden, daar heb ik wel een voorkeur over. Maar die spreek ik nu niet uit. Ga wel weg. Nee, dat wordt niks. Nou, daar blijf ik toch even bij. U wordt straks gebeld door de informateur. En die zegt tegen u alle drie, want ze zijn wanhopig op zoek wel weer naar bewindslieden. En die zegt tegen u, nou, ik overweeg jou minister van Onderwijs te maken. Maar dat wil ik wel even weten, want Sjoerd Slachter is mijn buurman. Wat wordt je eerste besluit als minister van Onderwijs wat betreft het voortgezet onderwijs? Wat doet minister Van Dijk dan? Wat wordt zijn eerste besluit? Nou, los van het feit dat we niet gaan bezuinigen op onderwijs. Nee, wat is uw eerste besluit? U moet niet tegelijk een heel regeerprogramma gaan afschrijven. Ja, dan denk ik dat, dat ik heel strak zou inzetten op het feit dat er bevoegde leraren voor de klas moeten staan. Bevoegde leraren. Minister Hamming? Geen, ja, het is even wennen, maar wel leuk, ja, hè? Ja. Nou, ik vroeg die vraag overigens aan misschien wel minister Bosma van de PVV in een van de debatten. Er is een leuk filmpje over op YouTube voor de belangstellenden. Ja. En ik vroeg, wat gaat u doen als u minister van Onderwijs wordt? En toen stamelde hij van ja, heldere examens en de vlag, de Nederlandse vlag voor de scholen. Dus dan weet u even waar u vanuit die hoek aan toe bent. En met hem wilt u graag gaan samenwerken, begrijp ik. Als hij dit soort dingen blijft zeggen, zeker niet. Zeker niet. Maar heeft u ook nog een besluit? Wij willen natuurlijk ook kwaliteit voor de klas. Wij willen geen bezuinigingen. En niet onbelangrijk, wat ik ook graag zou willen regelen, is dat er geld van jeugdzorg naar de scholen gaat. Om de maatschappelijke druk die daar binnen de scholen is, en denk vooral ook even aan de VMBO-scholen, om die daar goed op te vangen. Want ik vind dat de scholen daar ook voor een soms onmogelijke, ook financiële taak staan. Minister De Vries stond net al helemaal te glimmen. Wat wordt uw eerste besluit? Ik moet wel uitkijken hier. Mijn eerste spontane gedachte was... we gaan snel de nieuwe norm van 1000 uur onderwijstijd snel wettelijk vastleggen. Voordat iemand anders verzint dat die misschien weer hoger moet. Daar zit u namelijk niet op te wachten. Overigens complimenten voor het feit dat u zo goed die norm inmiddels naleeft. Daar hebben we daar tenminste geen gezeur meer over in de komende kabinetsperiode. Goed.